Speeding from the lane, Dalvich, and Villanueva.
Gaan we een slokje. Goedenavond, dames en heren. Ik wilde net een slokje nemen, maar we zijn inmiddels live in the air. Bij Zorg en Zekerheid Leiden, Landstede Hammers. Het tweede deel in 3 dagen tijd tussen deze 2 ploegen. Het is niet voor de beker natuurlijk, het is nu voor de competitie. Leiden nog steeds zonder de geblesseerde Nouni Omot. Voor de rest een volledige bezetting. En we hebben natuurlijk ook nog 3 andere wedstrijden. 2 zijn er al begonnen en daar gaat het ook heel bijzonder. Donar speelt thuis in Martini Plaza tegen Apollo Amsterdam. En stond na het eerste kwart met 17-14 achter. Oh. Inmiddels zijn ze 4 minuten oud, is het tweede kwart 4 minuten oud. En nu staat het 25-23 voor Donar. Die gaan dat wel recht trekken. En in Den Helder spelen de Suns tegen de Heroes. En de Heroes stonden 24-19 voor. Na het eerste kwart. Maar inmiddels staat het daar 24-24. Dan zijn ze ook pas 4 minuten bezig. Dus daar gaan we u uiteraard ook over informeren. En dan hebben we nog Ares Leeuwarden tegen Basketball Academie Limburg. Dat is ook wel een belangrijk duel met het oog op plaats 6. Die recht geeft op het spelen in de play-offs. We zijn natuurlijk nog niet halfweg de competitie. Maar we moeten toch wel een beetje hier gaan opletten van ja, wat gaat er gebeuren. Wie wordt er 1, 2, 3, 4 en wie wordt er 5 en 6. Dan zijn er 3 ploegen die buiten de boot vallen. Maar goed, dat is toch voor later zorg. Inmiddels is er ook vandaag geloot voor de beker. Ik ging nog wel vanuit, nou, Donar en Landstede zullen dan wel, of Rotterdam, Donar of Rotterdam of Landstede of Leiden. Zullen niet tegen elkaar in de halve finale spelen, de winnaars. En ja hoor. De winnaars spelen in de halve finale tegen elkaar. En dat betekent dus dat je waarschijnlijk dat je in ieder geval in de andere halve finale de Helder Suns gaat krijgen. Die gaan natuurlijk in 1 wedstrijd van de SBU winnen en anders wel in 2 wedstrijden. En daar komt dan ook de winnaar van Ares Leeuwarden Apollo te staan. Ares Leeuwarden heeft het eerste duel met 29 punten gewonnen. Dus de finale zal van een iets minder hoog niveau zijn, durf ik wel te voorspellen. Wel jammer, maar ja goed. Je weet het niet. Nee, maar in 1 wedstrijd kan van alles gebeuren. Dat hebben wij hier donderdag wel gezien, Martin. Hoe denk jij dat Leiden zich op zal gaan richten of niet? Ja, dat is maar een goede vraag. Ik denk dat er wel een iets ander Leiden aan de start gaat verschijnen. Het is hier ook afgeladen vol in de Bij Mijhal. Dus de temperatuur zal tot grote hoogte stijgen. En het publiek zal zich zeker als een echte zesde man willen gedragen. Zodat Leiden dan toch kan zeggen, we zijn met z'n achter. Yes, ware woorden. Leiden kan misschien toch wat moed putten uit toch die dappere inhaalrace van iets van min 26 naar min 8. Maar ja, we hebben het gezien, toen was de koek wel op. Ja. Eindigde op 16 punten verschil. Verder vandaag ook de gasten collega's van de NOS crew chief Joop Vernooy. Altijd van harte welkom hier, Joop. Verder naast mij Martin Hoekstra, commentaar. De replays mag ik zelf doen. En dan hebben wij cameramannen Cozy Rades, Ed de Wekker. En een echte VJ. En dan is Paul Krama. En Leiden wint de sprongbal en het dak gaat er nu al af. Ja, inderdaad, het bommetje vol. Er werd aan mij gevraagd, ja Arie, je zei wel veel kaarten verkocht. Maar hoe zit het dan op die blauwe tribune? Nou mensen, die zit stampvol. Ik zie aan de marges een streepje licht, maar dat is het dan ook. Dus ja, heerlijk, heerlijk avondje basketbal in de Dutch Basketball League. En Huggins. Nou, we hebben in ieder geval een betere start dan afgelopen donderdag. Het was, wat was het, 0-20 of 0-24 geloof ik onder andere? 0-16. 0-16.
Ja, en dat is dan net te ver voor Mohamed Kerazi in principe. Martin heeft dat ook donderdag al uitgelegd. En ja, De Jong verdribbelt zich. Ik zou wel zeggen in Rudy De Jong stijl. Net even iets te veel gewild. Pasalic die heel slecht startte donderdag. Krijgt toch weer een kans vandaag en een drietje eroverheen. Ja, ik heb in mijn voorbeschouwing voor deze wedstrijd ook nog gewezen op het feit dat die Martens Wolker van verre afstand drie punters kan schieten. En dat je, als je van Landstede wil winnen, dan is het in ieder geval zaak om Wolker en Dursen en Dorsey Wolker. Ja, ja, het zijn echt wel de dubbele namen. Om die uit de wedstrijd te halen en om te zorgen... De bank is open. Dat Kerazi niet aan de binnenkant kan lopen buffelen zoals we natuurlijk wel van hem gewend zijn. En als je die drie pijlers een beetje onder controle kan houden, dan kan je deze wedstrijd echt wel winnen. Voilà, ik memoreerde bij een van de Zwolse fans aan de Supercup waar Leiden kansloos verloor, weliswaar in Zwolle. En iets van een week later overtuigend won in de 5 meihal. Dat was de eerste competitiewedstrijd, een van de weinige nederlagen van dit landsteed in de Dutch Basketball League. Kijken of dat er vandaag eentje bij gedaan kan worden door De Jong die weer de bal kwijtraakt. Nee, net niet, maar dan eigenlijk nu toch wel. Want daar komt pas een misschien zoveel aan doen. Twee turnovers voor De Jong die ongelukkig speelde van de week en met veel persoonlijke fouten. Leiden vond die fouten wat te zwaar bestraft. En dat leidde uiteindelijk allemaal door die tot die dubbele technische van Rolf Franken. Die in ieder geval de druppel waarop coach boos werd was de bestraffing. En Rudy De Jong 3 P's in de eerste paar minuten. Goed, Daalman met zijn prachtige verfijnde techniek. Ja, en De Jong daar gaat hij weer. Hè. En nog steeds wordt er niet gefloten voor vloekfouten. Het blijft een ongelooflijk verhaal. Nick van der Veerdonk, vaste supporter van Den Bosch, die vroeg er op de Facebook stream wat aan mij over. Wat dan niet mag. En ik heb uitgelegd dat een speler die vrij worp schiet, pas de basis mag voor de rebound mag gaan. Op het moment dat de bal erin raakt, dat geldt ook voor spelers die buiten de driepuntslijn staan. Die mogen ook pas rebounden als de bal erin geraakt heeft. Hier praat op De Jong die daar wel in de drukte zit, maar vroegbaar gescoord. Ook had De Jong net wel een aardig blok op Dorsey Wolker in de corner. Ja, hij staat voor. Iets wat we in ieder geval in het eerste kwart donderdag niet zagen. Kerazi, een beetje, dat is dan net even wat te veel. Heeft hij niet helemaal de touch om dat nog af te ronden? Ik dacht toch dat iemand anders die bal uittikte, maar goed. En De Jong dus daar die zich goed er doorheen wurmde. Coach Van der Belt buiten uw beeld in overleg met de Tijmen Last, de scheidsrechter. En daar is het de nieuwe van Oostrom. Devin die niet wist te scoren. Williams maakte trouwens net bij die score met dat bankshot wel gigantisch lopen. In het contact. Persons. Ja, Persons die aan de ketting lag, een deel van de wedstrijd. Ook de Landstede had natuurlijk gezien hoe belangrijk hij was in Den Bosch. En we hebben dat wel bij meer wedstrijden gezien. Weer een drietje, weer wolkervrij. Dat bij Leiden is het zo, als je Persons toch weet te beteugelen, dan wordt het voor Leiden vrij lastig. Ik wil niet zeggen onmogelijk. Ja. Daar is het Devin van Oostrum met de persoonlijke fout. Het kan wel eens gevoelig zijn. Helemaal vrij in de hoek. En het is die man met de rode schoenen. Ja, Martin heeft er al zo vaak voor gewaarschuwd. Het baat allemaal niet, Martin. Ze laten hem gewoon schieten. Nee, precies. Kijk, ik heb ook een wedstrijd gezien. De eerste wedstrijd dat Leiden hier thuis speelt tegen Landstede. Dus niet afgelopen donderdag, maar in de competitie. Toen schoot Wolker inderdaad de lange tijd niks raak. En op een gegeven moment kwam hij los. Hurrings. Zonder sick. Sickloos. Nou, opgeraapt rebound door Daalman op die halve airball van Oostrum. Huggins voelt zich natuurlijk goed. Dat was een beetje overmoedig. Ja. Ja, het Leidse publiek van donderdag kreeg van de Zwolse fans wel de complimenten. Leiden natuurlijk op een gegeven moment vrijwel kansloos achter. Het publiek wilde daar second dribble. Maar het publiek bleef toch steunen. En die mooie inhaalrace natuurlijk halverwege de wedstrijd, die hielp ook. Laten we kijken of het publiek vandaag weer een rol kan spelen. Persons.
Nou, Leiden heeft wel meer punten gescoord dan in het eerste kwart van afgelopen donderdag. Dat waren er 12. Ja, redelijk open schot, maar valt niet voor Devin van Oostrum. Van Oostrum is volgens mij nu 0 uit 3 op zijn schotpogingen. Zijn broer zit op de bank, zeg ik dat goed? Ja, die start altijd vanaf de bank. Start vanaf de bank, juist. Kerazi er ook een beetje na 3 seconden en maakt hem keurig af. Ik heb in de replay nog de neiging om op het knopje scoren Leiden te klikken als Kerazi scoort. Maar dat klopt natuurlijk sinds deze zomer niet. Ik dacht dat Pursens ging pasen. Dat dacht Williams volgens mij ook. Pursens blijft daar dan liggen. Gaat vaak naar de grond naar zo'n actie. En dan, ja, prachtige chase-down. Ja, dat is de specialiteit van Braxton Huggins. Ja, een vaartblok. Kijk maar eens even. Zo zie je hem niet. En zo word je tegen de bord geplakt. Ja, en Kerazi duwde daar de jongen over de achterlijn. Dus tweede teamfout voor Landstede. En Landstede gaat al naar de bank. Nigel van Oostrum is in ieder geval in de ploeg gekomen. En even kijken wie ik nog meer zie. Ralf de Pachter zie ik ook in de ploeg. Ja, Toshi Walker zien we. Nigel met nummer 7. Het is wel lastig te zien, want die 7 is net een 1 en daar speelt zijn broer mee. Marijn Ververs ook in de ploeg gekomen bij Leiden. Nou, Paslitz houdt het in ieder geval langer vol dan donderdag. Zal misschien ook gewoon wat lekkerder in de wedstrijd zitten en komen. Bijvoorbeeld nu. Kijk eens aan. De Pachter opent. Nee, zet niet door. Verlies weet natuurlijk ook hoe de Pachter speelt. Gaat altijd naar zijn linkerhand. Nee, naar zijn rechter. Martin, wat krijgen we nou? Dat zijn die dingen waarvan iedereen niet afgesproken. We gaan altijd naar links en dan gaan we toch maar eens een keer op de training oefenen dat we naar rechts gaan. Yes, en dan gaan we uiteindelijk in die wedstrijd ook naar rechts. Oeh, daar verdribbelt Pursen zich bijna. Gaat net goed. Op een schot. Dat er net uit van Pasalic. Ja, shooters are gonna shoot. Zeker als de eerste bal dan raak is, dan zit meteen de eerste de beste bal die je krijgt. Bijna ongeacht de situatie naar die ring gooien. Ja, soms als je hot bent is dat natuurlijk prima. Mooie bal van Martez Walker. Wauw. Mooie speler, hè, Martin. Het komt ook steeds beter in zijn ritme voor Zwolle. Ja, dat was in het begin nog een beetje twijfelachtig. Dacht je nou, ik weet niet wat ze daaraan hebben gekocht. Maar natuurlijk wel bij Dorsey Walker in het team gespeeld. Op college. Mm-hmm. Dus dat werkt natuurlijk sowieso dat je één speler kent. Dat is ook altijd handig voor als je bij een ploeg komt. Dat je iets weet, iets kent. Ja. En hij is steeds beter gaan spelen. Ook in de Europese wedstrijden ook. Heel belangrijk. Persons. Oeh, daar kwam blijkbaar Williams niet goed los. Die daar wat later op leek te reageren. En nu weer. En eigenlijk bijna te laat is met Walker. Dat gaat dan net goed. Hou hem in de gaten. Die nummer 24. Martez Walker staat op 8 punten al. Ah, lopen. Ja. Nou, in Groningen is het rust inmiddels. 44-34 voor Donar tegen Apollo. Sergio de Randami betreedt het veld. Ja, ik zag ook Mike Schilder binnen de lijnen komen. Die goed speelde ook donderdag. Is ook wel een beetje zijn rol en zijn reputatie van Mike Schilder om... venijn te brengen, agressie, een stevige impuls. En dat deed hij met ook wat scores donderdag. Oh, ja, goed van Pursens en dan wil hem. Ja, Ververs lukt toch. 3 tegen 1 eigenlijk. Ja. Ja. Ik zie af en toe wat hapering in het beeld. Ja, het is een stressvolle avond. De NOS-sisser die kwamen al bij mij over internet. En dan heb ik al bijna het vermoeden, zonder ze te willen beschuldigen, dat ze ergens hebben proberen in te prikken. En verder is het dus stamp en stamp vol. En in deze hal van, wat was het ook alweer, 52 jaar oud, hou ik altijd maar mijn hart vast. Het verbaast me dat we eigenlijk nog nooit echt uit de lucht zijn gevallen. We doen er alles aan, mensen. Maar ik kan allemaal niet 100% garanderen.
En hier is het de Pachter en denk een fout voor de Randami. Ja, dat is te makkelijk gefloten. De Pachter zat ook te molenwieken met zijn armen. Ik bedoel, daar wordt dan niet naar gekeken. Hè. Ik denk dat je hier gewoon door moet laten spelen. Ben ik wel met je eens. Huygens er alweer uit. Dat stond er toch ook pas net in. Ja, slecht ingenomen en goed gepakt door Persons die aanwezig is en Williams mooi. Ja, Persons kwam net binnen de lijn, liep een beetje rond van wie ga ik eens even verdedigen. En opeens ziet hij de bal komen en vals breedje Williams erin voor 2015. Yes sir. Dorsey Walker. Oeh, dat timed ver was wat vroeg, maar Kraas is natuurlijk ook wel 10 centimeter langer als hij meer is. En die pakt dus de bal. Ja, 2015, prima start van Leiden. Ja. Oh, daar, nou, scheidsrechter wijst inderdaad naar de vloer. Ik dacht, waarom laat Persons niet een schotje los om de scheidsrechter een beetje te verleiden tot de 2-0. Maar, dat had ik altijd wel gedaan. Als hij er dan in gaat, dan stel, dan gaat die scheidsrechter toch een beetje twijfelen. Het publiek gaat er natuurlijk zich mee bemoeien. Er komt een beetje vuur in. Maar goed, ondanks dat, Persons op 6 punten, Huygens ook. 4 voor Williams, 2 voor Rudy de Jong en 2 voor Drago Pazalic. En de 3 punten van Williams. Gaatje naar 8 punten. Ja, Leiden, ja, de ballen die vallen. Ik heb natuurlijk ook een aantal fastbreaks gezien. Dat is ook altijd lekker. Kirazi er langs. Wat ik al zei, dat is, hij is wel sterk, maar hij heeft niet de touch om te finishen. Hij moet toch eigenlijk een clean look krijgen of een pushback uit een aanvallende rebound of een vast break. Dat is denk ik niet helemaal de juiste schotselectie die Zwolle nu zou willen. Dat zijn toch meer balletjes voor een prachtige rebound van Kirazi. Voor een Dorsey Walker of een Daalman, die staat er dan nu even in. En een fantastische dunk van Kirazi. Een poster dunk. Ja. Ja, denkt Franke. Ja. Die zat er lekker in. Kijk eens even. Een drive. En dan afgezet. Op afstand. En dan een facial over zijn kameraad. Voor die de Jong heen. Ja, ja, ja. Mooie bal. Ik vind wel dat Leiden dit natuurlijk nooit mag toestaan. Dat Kirazi gewoon vanuit een rebound situatie het hele veld over kan dribbelen. En vervolgens ook nog kan dunken. Misschien dat Persons daar toch even een klein foutje moeten maken. Pakken we die dunk ook nog even van de slamcam mee. We houden wij de vrije worp in de gaten. Kaboom. En dan even lekker blijven hangen nog aan die ring. Ja. Wissel. Ja, Kirazi moet eruit. Zou die bloeden of zo? Ja. Nou, heb ik even gemist. Geschampt aan de ring misschien? Ja, van een beetje raar. De jongen denkt, ja, de klok gaat nog niet lopen. Als we dan de bal oppikken daar zo, dan winnen we weer een heel klein beetje tijd. En dan kunnen we een 2-for-1 spelen. Dat is slim gedaan van Luijen. Want die hebben dan straks, het is een beetje minimaal. Maar als Zwolle schiet op 2 seconden, dan heeft Leiden er nog een stuk of 4. Ja. Kunnen ze misschien nog wat doen. Iemand de rebound nog hebben natuurlijk als ze schieten dat op 1 seconde. Ja. Dan denk ik dat dit gewoon echt wel de laatste aanval kan zijn. Ja. Tenzij we natuurlijk een Nigel van Oostrum met je krijgen. Leiden zou nog wat kunnen. Maar wat Martin zegt, moet je maar pakken. Er gebeurt allemaal niets, allemaal theorie. En een drietje. Ja, dit keer wel alert van Leiden. Ja. Dat werd een beetje onderschat donderdag met die hele verre bal van Nigel van Oostrum. Die goed viel vanaf eigen helft. Nou, wat vinden we ervan, Martin Hoekstra? Ja, Leiden speelt een stuk energieker. Is agressiever, laat ze niet de kaas van het brood eten zoals afgelopen wedstrijd wel gebeurde. Er wordt in ieder geval hard gewerkt, ook in de verdediging. In de aanval is het, laten we zo zeggen, Persons doet al mee in de wedstrijd. Die had de vorige wedstrijd in de hele eerste helft geen score. Staat nu al op 8. En je ziet ook dat Huygens 6 en Williams 7, die doen een scorende duit in het zakje. En bij Landstede is eigenlijk Walker 8 en dan zit je al naar Kirazi met 4. Ja, dan gaan we allemaal niet zo snel natuurlijk, hè. Dus ook eens even terzijde
De ruststand in Den Helder tegen, van waar de Suns tegen de Heroes spelen is 35-36. Ondertussen is hier buiten uw beeld het spel 100.000 bezig voor 1000 euro. Dat ging volgens mij wel een vrije worp in voor 10 euro, maar een driepunter voor 100 euro lukte niet. Dan mag je ook niet naar de middenlijn voor 1000. Toch 10 euro, toch weer een paar biertjes in de 5 mei al verdiend. Uit 2 of zo, denk ik. Met die prijzen van tegenwoordig. 3 plus. Misschien hou je er 3 uit. Ik weet niet of je toevallig hebt kunnen lezen, Martin. Aardig interview in het Leids Dagblad. En waarschijnlijk ook aanpalende dagbladen met Joop Brakenhof. Die in maart begint als nieuwe voorzitter van de Nederlandse Basketbalbond. En mooie plannen ontvouwen. Hij wil echt een community maken van de Nederlandse basketballiefhebbers. En het zijn spelende leden, maar ook andere sympathisanten van de bond toch het liefste meer dan verdubbelen. En ook met mooie evenementen. Basketbal en sport is echt een evenement. Het is niet zomaar een wedstrijd, het is niet zomaar een lidmaatschap. Hij zei, wat vinden we van een NBA-wedstrijd, een oefenwedstrijd in de Ziggo Dome? Nou, mooie plannen van Joop Brakenhof. Dus misschien ook weer een goede frisse impuls voor het Nederlandse basketbal. Mensen die abonnement hebben op die kranten, scoren van Zwolle. Weer Wolker. Aan te raden. Weer Wolker vanaf de driepuntslijn. Wanneer gaat Leiden nou eens die drie punten van Wolker verdedigen? Dan moet ik dan net zoals Ronald Koeman ook een briefje gaan geven aan de coaching staff van we moeten daar eens even verdedigen. Spin move, rook naar lopen, maar zag er, uiteindelijk is dat natuurlijk wel lekker en ook 2 maal verdiend. Ja, hier nog eens even, hoe komt die bal dan tot stand? Nou, ja, de fase ervoor niet helemaal goed meegepakt. Niet een hele makkelijke bal, maar we weten dat Wolker graag vanuit, niet alleen vanuit de hoek, maar ook vanuit de hoek dodelijk is. Ja, precies, en als je dan in de hoek wel verdedigt, laat je de hoek laat je niet de onverdedigde, of daar gaat de verdediger op. Ja, dan moet de helpside voor die penetratie, die moet komen vanaf de weak side. En die moeten eigenlijk al, die spelers moeten eigenlijk al voor de ring staan, zodat ze op kunnen stappen en dat de speler die opstapt ook weer steun krijgt van een speler die gaat zakken, die ook aan die weak side staat. Beetje technisch voor, maar voor degene die coaches zullen het wel begrijpen. Ja. Jij begrijpt het ook, want je hebt ook vandaag gehad. En is dat dan een kwestie, Martin, van teamafspraken die er niet zijn of die niet worden nagekomen? Of zeg je van, dit zijn belastige situaties, moet je ter plekke zien, moet je dat doorhebben? Of kun je daar afspraken over maken? Ja, natuurlijk kun je er afspraken over maken, maar ik denk dat je dat als, als team moet je dat wel doen. Gaat hij weer? Ja. Nu even niet. Het is ook zo dat je natuurlijk verschilde nog even voor 3. Ook mis. Ja, en weer een rebound. En dan is dit 2 vrije worpen verdiend. De Jong die zegt, deed natuurlijk niks. Nee, maar die doet nooit wat als hij een fout krijgt. Maar ik bedoel, dat soort afspraken moet je natuurlijk ook maken aan de hand van je scouting. En ik denk dat als jij video's van je tegenstander gaat bekijken, dat dit soort situaties eruit gelicht moeten worden. En dat je daarop moet reageren als speler. En dan weet je wat er gewoon op de training, ga je daarop in en dan weet je wat er gebeurt. En dan weet je ook hoe je moet reageren met Salen. En als iemand anders dan wat anders doet, zoals de partner die opeens met rechts een hoekschot gaat maken, dan zeg je tegen de tegenstander, dat heb je goed gedaan, jongen. Ja, dat valt er bijna niet uit te scouten, maar inderdaad. Nee, dit precies. Is toch een beetje de bread and butter, het gekende repertoire hebben we leren kennen de laatste maanden van Martez Walker. Dat hij dat gewoon heel goed kan. En dat hoort Leiden natuurlijk te weten. Dat zal ook niet het punt zijn waarschijnlijk. Maar daar moet je dan ook een plan voor maken en je daaraan houden. En als dat plan niet werkt, en dat was in het eerste kwart al een beetje duidelijk, moet je misschien daar dan nog eens even wat mee doen. Daar verdribbelt Williams zich, maar die bal los. Leiden heeft hem alsnog. 3'tje. Tijmaat. Ja, time-out Landstede denk ik. 30-21. We zijn 1,5 minuut bezig in het tweede kwart en Leiden op 9 punten voorsprong. Dat stond ook helemaal vrij. Dat kwam natuurlijk ook omdat Persons naar binnen dribbelde en meteen 3 man op zich af kreeg. Ja, dan heeft hij toch wat overzicht om niet zelf een geforceerd schot te nemen dit keer. Maar om gewoon die bal gewoon uit te pasen en zijn 5e assist te noteren. Waarop Williams zichzelf in de dubbele cijfers kan schieten van 9 naar 12. Ja, hij schiet ze goed, zeker van recht voor de basket, Jarvis Williams. Ja, alles erover van, we willen hem ook wel graag in sight zien, maar hij speelt gewoon gevaarlijk vandaag, speelt goed. Ja, zolang die ballen vallen. We willen wat meer rebounds soms zien pakken, nou had hij afgelopen wedstrijd weer de 14.
Dus daar is niks mis mee. Maar één in Den Bosch is natuurlijk eigenlijk veel te weinig. Dus overigens een opvallend beleid dat de drie Amerikanen gewoon 26 punten maken van de 30. Williams 12, Burns 8, Huggins 6. Ja, en aan de andere kant Blokker natuurlijk ook al in de dubbele cijfers met 11 punten. Ja, goed punt. Ja, wat betreft rebounden en zo, als het gaat over... over Williams, dat doet hij dan uiteindelijk goed. Het is ook een kwestie, ja, je doet soort, dat soort dingen ook met je team, je boxt uit, etc. Maar ik vond, Zwolle speelde heel sterk donderdag, maar het beschermen van de ring, als je ziet hoe de penetraties er doorheen gingen bij Zwolle, hoeveel lay-ups ze hadden, aantal ook fast breaks, hoeveel rebounds ze hadden, zeker in het begin was gewoon, en dat reken ik dan toch iets meer de grote mannen aan, waaronder ook Williams, het verdedigen van de bucket was echt onder de maat donderdag. Vandaag een stuk beter, maar de Pachter, die scoort gewoon. Ja, weet je, en reboundend was het allemaal nog niet zo slecht afgelopen wedstrijd. Want beide ploegen hadden gewoon evenveel rebounds in de wedstrijd. Ja. En ook met de aanvallende rebounds viel het aardig mee. Even een zwevertje van Huggins, een 1-2'tje. Dat klopt, Martin. En uiteindelijk de uitslag wordt natuurlijk over de hele wedstrijd bepaald. Aan de andere kant kun je zeggen, de toon werd wel gezet in dat eerste kwart. En daar moest Leiden zoveel energie in steken die ze later weer opbrak. Dat je denk ik toch ook wel moet kijken van de dingen die niet goed gingen in het eerste kwart. Ja, nee, natuurlijk. Daar heeft Leiden zich wel van hersteld. Door wel gewoon die rebounds daarna een stuk beter in te gaan. Ik bedoel, Leiden had zelfs een aanval aan de rebound meer dan Landstede. Alleen Leiden haalt er 11 punten uit. En in de eerste helft maar 2. En Landstede had er geloof ik had wel iets meer punten eruit. Die had in de eerste helft al 13 punten uit aanval aan de rebounds. Nou, heerlijke wedstrijd in ieder geval en Williams. Williams voelt het helemaal. Staat ook met die drie vingers naar het publiek te zwaaien. 12 punten verschil. Ja, het is nog niet Landstede waar we dan iemand zien behalve Morgan die wel goed scoort, maar die het toch naar zich toe trekt of neerzet of ingaat. We zagen veel energie bij Kerazi die donderdag heel goed startte. Vandaag wel veel acties maakte, maar. Een aantal scorers wilden niet lukken. Wel die fantastische dunk natuurlijk. Ja. Mogen we zeker niet vergeten. Nou ja, want Kerazi heeft toch 4 puntjes inmiddels. Ja, is oké. En het is de lange Kevin Blaker op de vrijworplijn. Een swish. Gaat één speler gaat nog rebounden. Dat is Daalman. Oeh, hij pakt hem zelf, Blaker, maar afgesloten. Waarschijnlijk dat hij er zelf te vroeg in liep. Te vroeg inlopen. Daar gaan we wel dik van uit. Als je geen Daalman heet en je loopt te vroeg in, dan word je meteen afgefloten. Daalman mag alles en de rest mag niks. Nou, dan heft elkaar weer op, Martin. Ja, 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 precies. Het is natuurlijk alleen maar een beetje een spielerij-opmerkingtje. Nee, maar er zit wat in. Ik snap wat je bedoelt. Oh, moeilijke floater van Persons. Ja, ik weet dat hij dat kan, maar dan is het op dat soort moment, joh. Zet het gewoon even neer. Er was geen rebound. Laat die bal een paar keer rondgaan eventueel. Dat doet Leiden namelijk gewoon prima. Dus Leiden in de zone. Kijken of Walker daar wat mee kan. Ja, dit is vaak goed tegen de zone. Van de ene kant naar de andere kant. En inderdaad, wordt beloond door Devin van Oostrum. Ja, die... had natuurlijk al iets van 3 of 4 keer misgeschoten, dus daar gaat natuurlijk vanzelf al een keer eentje raken. Dat is natuurlijk ook een goede basketballer, daar moeten we niet moeilijk over doen. Tegen hem, maar dat is dan wel op mijn voormalige amateur niveau, was dan tegen de zone de overloading. Dus eerst de bal aan één kant, een beetje een aantal spelers aan één kant, dan schuift die zone toch naar de kant waar de bal is. En dan in één keer de bal naar de andere kant en dan hoop je dat daar een mannetje van jou staat en geen verdediger of een verdediger die ver weg staat. En dan. Nou, krijg je een beetje wat je net kreeg voor Zwolle. Randami. Ook voor 3. Ze zijn niet meer zo zuiver als vroeger, maar ze gaan via een paar stuitertjes en rolletjes vallen ze toch binnen. Oeh, ja, alle ruimte voor Zwolle. Maar een airball van Kerazi. Die misschien een beetje schok van die paas. Er stond ook wel wat Leidenaar voor zijn neus. En dat bedoel ik met die touch, dan is die niet in ritme.
krijgt hij hem opeens en dan is het wat lastig voor hem. Weer Randami natuurlijk. Die is wel zuiver. Weer een time-out voor Landstede. We zijn nog niet op de helft van het eerste tweede kwart en staat 14 punten verschil op het bord. Een hele andere wedstrijd dan afgelopen donderdag, dat kunnen we wel stellen. Heerlijk. Mooi dat die volle hal ook zo beloond werd. En natuurlijk had die donderdag ook wel beloond mogen worden. Ja, hij is nu al een stuk voller dan donderdag. Ja. Ik denk dat er over het dubbel aan toeschouwers is. Hier nog eens even die lekkere bal. Assist van de Jong. Die trekt daar. De verdediging collapst. De Jong gaat naar binnen. De verdediging trekt ook naar binnen. En dan is er aan de buitenkant ruimte. Ja, ik zat er in Frank en afloop doen we weer de interviews. Ja, donderdag was je er niet. Dat is altijd natuurlijk al besloten. Hè. Zeg, dan zal ik nu maar tot het einde blijven. Dan kan ik meteen daarna door naar het interview. Ah, kijk, nou, dan dat staat vast in de pocket. Dus we weten nu al mensen geen dubbele T voor Rolf Frank. Hè? Nee. En, hij had geloof ik, na de wedstrijd mag je dan wel weer de zaal in, toch? Dacht ik? Of, had gemogen. Ja, Herman zei net tegen mij van, het is maar een halt. Het is maar de helft van de wedstrijd. En dan heeft het weinig zin om erover te praten. Omdat het een bekerwedstrijd is. En volgende week zaterdag hebben we er weer een. En dat is de tweede helft. Dus, maar ik denk, je kan over iedere wedstrijd wel wat zeggen. Zeker. Je kan ook zeggen, ja, we begonnen goed. We zaten lekker in de wedstrijd. En 16-0. En dat hebben we geconsolideerd. Leiden kwam een paar keer terug. Dat hebben we goed opgevangen. Waardoor we weer uit konden lopen. Zodat we gewoon onze plays die we getraind hadden, ook goed hebben uitgespeeld. Nou, dat was dan, had dan Herman kunnen zijn die dan zoiets zegt. Nou, ik vind wel dat je een mooie samenvatting geeft van wat de coach van Zwolle had kunnen zeggen. Lopen, bij de dribbelstop was op het randje. En Walker die gelooft dan je in. Maar de scheidsrechter last is natuurlijk onverbiddelijk. Ja, maar fluit tegenwoordig ook af en toe één keer in de week een wedstrijdje voor de FIBA. Niet zoveel als Bert van Sloten die hier ook loopt. Want die schoot al iets aan zijn zevende of zijn achtste wedstrijd toe. Okay. En de timer zit aan met 2 of zo, 3 misschien. Leuk. Nou, jonge talenten in de scheidsrechterij. Een hele moeilijke actie van Purvis. Maar hij gaat er wel in. Ja, de speaker zegt de ingetikkelde Randami. Die zou heel goed kunnen. Ik weet niet zeker of dat handje daar aan zat. Of dat de bal sowieso goed rolde. Daar Wijs lopen van Kerazi. And one, denk ik. Ah, wat een miserig. And one. Heel mooi blok, heel mooi blok. Kijken nog eens even naar die laatste score van Leiden. Daar was het Peursus, hij rolt. En het leek dat er een handje naar de bal ging. Dan wel een gebaar van Peursus. Ik weet niet of dat Peursus bedoelde. Nee, ik maakte hem toch zelf. Maar in ieder geval, publiek vol erachter. En die bonus, die lukt niet. Nee. Wat een wilde plus 14. Was het maar de tweede leg in de beker. Maar ja, die speel je natuurlijk uit. Ja, ook daarom kan het toch nog wel eens een keer spannend worden. 16 punten is niet weinig. Maar je hebt natuurlijk wel een hele wedstrijd de tijd. Ja, dat liep niet zo heel erg lekker, die aanval. Nee. Lange paas, sorry. Ik vond eerlijk gezegd dat de Randami dat gewoon zelf had moeten oplossen. Hier. 2 meter staat de Randami vanaf. Ja, het is ongekend. Het was wel een semi-false break. Die bal die ging heel ver naar Kerazi. Die vaak als een van de eerste voor in de break is. En een airball. Maar er lag ook ruimte bij Walker. En dat werd meteen afgestraft. En daarom moet de Randami er waarschijnlijk nu ook uit. Maar ja, het lijkt me toch niet dat de Randami de directe verdediger was van Walker. Nee, maar die staat wel in die zone op die plek. Is het maar een secondary break. Je moet er toch gewoon bij staan. Ja. En Huggins die krijgt meteen natuurlijk de zak omdat hij die airball gooide. Harwin staat op 8 punten ondertussen. En daar zat Kerazi nog bij. 15 voor Jarvis Williams. 10 voor Taylor Persons. 6 voor de Randami. 2 driepunters. 2 voor Willy de Jong. 2 voor Drago Pazovic. We hebben een aanvallende fout gezien door Bert Versloten. Franken zou misschien een time-outje kunnen nemen. Hij heeft er nog helemaal geen genomen.
Ik bedoel, het was 43-27 of 43-29 of zo. Het gaat nu toch twee keer niet goed. Verdedigend ook niet helemaal 100%. En dan is het toch even, waarvoor zou je het niet doen? Dus 3,5 minuut. De wedstrijd vliegt daardoor voorbij. Doordat onder andere Leiden geen tijd maakt. Maar ook Leiden komt niet op de vrije worplijn. Nauwelijks. Dus volgens mij maar één keer. Maar dat komt deels ook omdat gewoon al die ballen meteen goed vallen bij Leiden. Maar het valt wel te hopen dat ze dat kunnen vasthouden. Want kijk, dit soort schoten, als het nu valt, wat dan niet. Maar al die drie punters van onder andere Williams, van de Randami. Ja, er komt natuurlijk een moment dat die schoten niet vallen. En dan zul je wel inside vaak wat moeten doen. Heel goed gered door de Taylor Persons. Heel goed gezien. En dan een drie punter van Bergers. Super. Goed gewerkt van Persons door die bal binnen te houden. Worthy de Jong zeer attent om van die bal dan op te pakken. Snel weer door naar Persons. De open naar Rijn Ververs in de hoek. En drie punten verder zijn we. Ja, en echte werklust van Leiden. En is het weer Walker. License to shoot van Martez Walker. Ja, dat is ook weer niet goed verdedigd. Hè? Ik zag daarnet de jongen ook al een gok maken. Waardoor Walker ook al een keer vrij kwam. Ja, mooie paas. Gravens is op. Goed 1-2'tje, give and go uit het boekje. Ja, 5 punten op rij voor de jonge Marijn Gravers. Ja, het publiek heeft er zin in. Dorsey Walker. Mooie bal zeg. Ja. Ja, hier een mooi shot op de afgeladen tribunes van onze andere camera. Ja, gaat even stil beleiden. Geen beweging. Nou, maar gaat Persons wat verzinnen? Nee. Een hele perre. Ja. 51 punten en het is nog niet eens rust. Ja, alles wat Leiden aanraakt van de driepuntslijnen verandert in goud. De ene driepunter naar de andere. Natuurlijk ook Walker die hetzelfde wel doet bij Zwolle, maar dan als enige. We hebben bijvoorbeeld de Daalman, Martin, nog eigenlijk helemaal niet gezien. Die zo gevaarlijk kan zijn. Staat pas op 3 puntjes. Ja, Dorsey Walker ook 3. Die gooide dan net een driepunter in, waarbij er wel helemaal vrij stond weer. Dus uit het boekje vrijgespeeld, zullen we dan maar zeggen. Goed verdedigd van Ververs, een handje ertussen. Ik weet natuurlijk niet of Leiden dit vast kan houden, maar ik zie de reacties alweer voor me. Waarom kon dit donderdag niet? Ja, dat is dan misschien, kan natuurlijk allerlei redenen hebben. Ook het spel van Zwolle, maar ja, Leiden kwam natuurlijk wel uit die zware wedstrijd in Den Bosch van dinsdag. Prima bal van Schilder. Maar dit is in ieder geval zeer bemoedigend wat Leiden doet. Die heb ook verloren in Weert een week geleden. Moet ze toch eigenlijk ook nog wel een beetje recht zetten. 10 seconden. Oh, de jongen neemt heel veel dribbels. 4 seconden. Komt helemaal in de problemen. Een zwakke actie. Een goed verdedigd natuurlijk van, ja, zo'n bal maakte die van de week ook. Hele moeilijk gedraaid lichaam. En toch afgewerkt door Dorsey Walker. En ja, teruggezet. Nu, Af en toe vraag je, wat doet Worthy de Jong in de wedstrijd? Wat doet hij nou met die dribbels daar de hele tijd? Ja, Persen staat ook gewoon in het veld. Ik snap er helemaal niks van. En de ene aanval verprutst hij en dan gaat hij het nog een keer doen. Dat is af en toe onaanvolgbaar. En net zoals dat, hij heeft natuurlijk veel meer acties die onaanvolgbaar zijn, maar dan in positieve zin. De Jong, vandaag nog niet zo heel erg op dreef met 2 punten. En ook wat balverlies ook in het eerste kwart. Ik zie de hulptroepen voor de horeca links ook komen. Het wordt erg druk op het platform, ja, zo direct extra, met de stellingen. Ja, dat ze daar gewoon met 4 man gaan staan nu. Heel veel personeel bij de biertap. En het is ook weer lekker warm hier, Martin. Dus een biertje zal er wel ingaan. Wij doen dat niet. Maar 2-0 voor Pantelic. Ja, hij zal waarschijnlijk nog net binnen de 2-puntslijn, binnen het 2-puntsgebied hebben gestaan. Omdat het 2 worden. Ah, juist. Ja, volgens mij inderdaad. Zag ik zeker de scheidsrechter het vredesteken maken, ongeveer, met 2 vingers. En hier is het Drago. Huh? Eens kijken of Leiden met de dubbele cijfers qua voorsprong de rust in kan.
En dan het enige wat je kunt zeggen is 42 punten tegen is niet super slecht, maar is natuurlijk ook niet briljant. En ja, dan kom je dus voor een behoorlijk deel op het schot van Zwolle. Hoe kun je dat dan meer uithalen? Af van schot. Je kan ook zeggen, ja, in het begin werden ze donderdag inside weggespeeld Leiden. En dat gebeurt ze nu in ieder geval niet. En dat is misschien een ruil voor wat meer ruimte die je dan weggeeft op het schot. Ah. Rare actie van Schilder. Goede stuur van Williams die uit moet kijken. Jammer. We weten dat hij dat kan. Draait dan graag naar zijn linkerhand, maar lukt niet. Of naar de linkerkant. Walker. Ja, overhaast. Ja. En er was niet zo heel veel tijd meer. Dat was misschien de reden voor Karasi. Maar dan heeft hij absoluut die coördinatie niet. Hè. Dan heeft hij geen gevoel wanneer hij de bal moet loslaten, waar de ring is. En dan schiet hij gewoon van 1 meter bijna een airball. Ja, dat was niet de eerste keer natuurlijk, want hij deed het wel een keer eerder. Ik bedoel, Karasi moet gewoon hebben van hard werken. Hij heeft hem vanaf de elbow een metertje naar binnen in de bucket. Hij heeft een heel aardig schotje. Zijn vrije worpen zijn er altijd moeizaam. Maar ja, goed, hij poetst natuurlijk wel flink er tegenaan. Hij staat toch al ongemerkt, staat hij wel weer op 7 rebounds. Absoluut. En daarmee is hij volgens mij de beste rebounder in het veld, denk ik ook. Ja, met afstand bij Leiden zijn er heel veel mensen met 3 rebounds. Dus overal heeft Leiden 18 rebounds en Zwolle 19. Dus dat ontloopt elkaar niet zoveel. Leiden schiet, heeft de voorsprong onder andere door een hoger schotpercentage. 73% 2 punters en 9 uit 17 3 punters. Waar Landstede 50% schot heeft en 7 uit 19 3 punters. Leiden vrijworpen 4 uit 4, Landstede 3 uit 8. Dat is natuurlijk wel een beetje aan de lage kant. En waar zit er nog meer? Ook in de turnover zit weinig verschil. Second chance points, ook weinig verschil. Dus het zijn echt toch wel een beetje die 3 punters en het iets hoger schotpercentage die het verschil maken in deze wedstrijd. Mooi, Martin. Is er nog nieuws van de andere Dutch Basketball League velden? Ja, in Den Helder is men weer begonnen met de tweede helft. We zijn ze inmiddels al bijna 7 minuten bezig en er staat Den Helder Suns 48-46 voor tegen Heroes Den Bosch. Ik zag bij de Heroes in ieder geval geen Chambers in de startopstelling. Ik zal even kijken of hij überhaupt meespeelt. Dat is natuurlijk wel een behoorlijk gemis. Ja, de kleine point guard. Ja, Chambers is er niet bij. En bij de Helder is natuurlijk Williams er ook nog niet bij met een gebroken middenvoetsbeentje. Maar je ziet Van der Hagen 17 punten reeds, Van der Marstam 13 aan de andere kant. Dus 48-46. In Groningen staat het na 6 minuten in het derde kwart 60 tegen 50. Tegen Apollo. Dan zie ik bij Donar Monty Williams 11 punten, Donty Thomas Shane Hamming 10 punten. En bij Apollo Xavier Kennevec 17 en Donty Thomas 11. En dan hebben we nog Aris Leeuwarden tegen Bal, daar is het ook rust inmiddels. En daar staat het 21-29 voor de Limburgers. En dan ga ik even kijken of ze met Roel Aerts spelen. Want die raakte vorige week tegen Leiden natuurlijk geblesseerd. Mm-hmm. Aan zijn enkel. Mm-hmm. En Roel Aerts is er wel bij. Hij heeft gewoon 10 punten gescoord in 15 minuten. En ze hebben ook weer een nieuwe speler, J. Bell, in de opstelling. Kijk. Die heeft nog geen seconde gespeeld. Vast hier een jong talent uit de school van de academie. Ja, precies. En in deze wedstrijd, even terugbladeren, is in Mazurzak en heeft 8 punten. En Ozekiel heeft 6 punten, 6 rebounds. En Mazurzak heeft 2, of Mikkeluiskas 2 assist. Roel Aerts is 10 punten, Roel van Overbeek en Marian Obad 6 rebounds. En Roel van Overbeek 5 assist. En Roel van Overbeek vind ik toch ook een leuke speler. Waarbij ik denk dat Limburg niet zijn eindpunt hoeft te zijn. Hij speelde vorig jaar natuurlijk bij de Dutch Windmills mee in eerste instantie. En ik zie hem nog wel eens een keer bij een grote ploeg terechtkomen. Mooie round-up, Martin. Al richting een kopje thee. Ik denk dat we even een break gaan nemen. Gaan we zeker doen. Mensen, over ongeveer 10 minuten zijn we weer bij u terug. Vanuit de afgeladen 5 mei hal in Leiden-Zuidwest. Zorg en zekerheid 53. De Hammers uit Zwolle 42. Tot zo.
We'll be right back.
Zo, ja, dames en heren. Half minuutje en dan gaan we weer beginnen. Bij deze thriller in Leiden, waarbij Leiden goed staat te spelen. Vooral er een hoog percentage staat af te werken. Iets hoger dan Zwolle. En dat is eigenlijk het verschil meteen in de wedstrijd gemaakt. Doordat Leiden schiet 62,5% over de hele wedstrijd. 20-32. En Zwolle 16-37. Waarbij Leiden 2-3 punten meer heeft tegen een hoog percentage. En 4-4 vrije worpen, waarbij Landstede 3-8 noteert. En dat is eigenlijk gewoon te laag voor een ploeg in de Eredivisie. Jazeker. In Den Helder dacht ik even dat Stan van der Helzen de wedstrijd ging beslissen. Die gooide er een paar ballen in en opeens stond het 55-63. Maar inmiddels staat weer 60-63 met nog 8 minuten te gaan in die wedstrijd. We leiden nu van rechts naar links in blauw met groen. Zorg en zekerheid genaamd. En daar zat Devin van Oostrum. Half tussen. Natuurlijk ook weer Martens Walker, die man met de rode schoenen die zo goed op schot was. Offensive foul. Ik dacht eerst 5 seconden, maar ik zag het gebaar voor een fout. Ja, blocking foul, offensive. Ja, van een screenfout van Pazelis, denk ik. Klopt helemaal, Martin. Even de foute situatie. Dit is de tweede van Pazelis. Er is niemand in de wedstrijd met meer dan 2. Kijken wat Zwolle verzonnen heeft om in eerste instantie die achterstand bijvoorbeeld eerst maar eens te halveren. Ja, dan is dit vaak een goed idee. Ja. En ik zou zeggen, verdedigen die man. Huh? Deze man, 24, die kan goed schieten. Ja, zijn vijfde driepunter, of misschien wel zijn zesde. Gaat in ieder geval naar 20 punten al in eigenlijk 20 minuten. Ja, zijn zesde driepunter, volgens mij 6 uit 8. Pazelis, goede paas, hè? Iets te laag toch wel voor de Jong. En dan zit de tempo maken van Oostrum. Bullet pass naar de hoek, weer naar Walker. En die valt ook goed. Hoeveel zijn dat er? 7? Dat is 7. 7 uit 9. Ja, gewoon laten schieten die man. En van je 11 punten voorsprong zijn er nog 5 over. Yes sir. De publiek nu ook weer daarachter. Extra aanmoedigingen. En het balletje gaat goed. Bon beleiden. Ook een heel vrij schot voor deze man die ook goed op schot was. Shootout. Die komt daarmee op 4 uit 5 driepunters. Ja, ja. Het moderne basketbal, mensen. Oh, vrij leuk voor Dama die de bal krijgt 2 maal in ieder geval. Toch dat hij de bal verloor. Ja, Leiden zegt weer, ja, we deden toch helemaal niks. We snappen het niet. En het is weer Pazelis. Die is nu de enige van deze wedstrijd op dit moment met 3 P's. Ik vind wel dat hij de mooiste... Ja, kijk, ja, prachtig, prachtig. Zo, een prachtige expressie, hè, die Pazelis. Hij kan altijd nog acteur worden, volgens mij. Ja, in, hoe heet dat? Penose? Penosa of zoiets? Ja, dat vind ik wel een mooi type voor. Oh, die is te kort voor Daalman. Dat is niet de eerste die mist vanavond. Hij blijft steken op 4 puntjes. Maar het is Walker, 23. En bij Leiden Williams met 18. Al even ook de NOS aanwezig, dus die gaan weer een mooie montage maken met de mooiste momenten van deze wedstrijd. En ik weet niet zeker of dat dan al vanavond wordt uitgezonden. Hangt er altijd een beetje vanaf. Soms redden ze dat, of soms is het dan in de middaguitzending van zondag. Pazelis, mismatch. Nou nee, het is Daalman, pardon. Het is gewoon Daalman. Pazelis wel wat groter natuurlijk. Huggins, spinnen en 2 seconden en een schotje. Nou, dat was te lang, gedribbeld. Zowel van Pazelis als van Huggins. Dat had gewoon sneller gekund. Ik denk dat Huggins ook gewoon het schot had moeten nemen. Toen bij de tweede switch. Geen goede paas. En dan is Peersens er vandoor. Stapt er goed langs hoor. Mooi. Ja, beschermt de bal goed met zijn lichaam door onder de ring door te gaan. Dan krijg je in ieder geval niet een blok van achter mee. Het publiek gaat ook weer meedoen. Daar is het een Nigel van Oostrum.
duw van de Jong. Mooi als het lukt, maar daar zat de Jong tussen inderdaad. Paas naar Kerazi, werd onderbroken. Oh, spin, paas. Ruimte is een beetje weg nu. Op zoek naar nieuwe spacing en moeilijke bal. Ja, de 11 punten is weer terug. Herman van der Belt grijpt meteen naar de time-out. Volkomen logisch. Even leek het alsof Zwolle in de wedstrijd terug kon komen. Het werd 5 punten. En inmiddels zijn er gewoon weer 11. Heeft hij het toch goed gerepareerd. Hier ook een mooie fake van Persons. Waarbij beide van Oceans op verkeerde been werden gezet. En uiteindelijk gaat hij er gewoon in. Ja, en de ballen van zorg en zekerheid van de hoofdsponsor gaan het publiek in. En een van de meest gewilde fanartikelen in het Nederlandse basketbal. Mascotte T deelt ze uit. Zou er ook nog eentje het landstedenvak ingegooid worden? Ja, dat hangt er vanaf. Ik kan me ook wel wedstrijden herinneren waarbij het dan allemaal nogal heftig eraan toe ging. En dat de uitsupporters die mooie bal dan gewoon weer teruggooiden. Die hoeven we niet. Ja, kan ook natuurlijk. Ja, wordt massaal gevocht op de tribune voor die bal. Ja, hier zien we Nouni Omot met de muts op. Ja, het lijkt mij zo koud, lijkt het me niet. Maar hij dus nog met een rugblessure aan de kant. Nou, heerlijke wedstrijd al met al. Schutterswerk van beide kanten prima in orde. Ook wel bij Zwolle, maar Leiden gewoon net wat trefzekerder. En misschien ook wel wat meer spelers die gevaarlijk zijn dan Zwolle. Eigenlijk eenzame hoogte, Martijn Walker met 23 en daarna verder niemand met meer dan 5. Dat is toch wel redelijk opmerkelijk. Die balletje lukt niet voor Michael van Oostrum en Leiden. Oh. Kijk, dat gaat eraf. Goeie hussel van Leiden om die bal te krijgen. Huggins die faked even alsof hij naar Dingers ging pasen, naar Persons. Maar jammer, wel een lekker harde dunk. En dan komt er weer een driepunter van Walker, zijn 8e driepunter. Of misschien die 8 uit 10 of zo nu. It's a 3-point clinic by Martez Walker, maar Leiden leidt. Williams gaat naar 5 uit 6. Het is een wedstrijdje Williams tegen Walker, de twee W's. Ah nee, Williams voor maar nu 5 uit 7 denk ik. Was net natuurlijk nog een shotklokgevalletje. Dat is natuurlijk interessant. Wij zaten wat te mopperen, volgens sommigen zelfs wat te veel. Op, mooie end-one. Op Leiden dat ze die schoten steeds weggeven. Maar eigenlijk doet Zwolle natuurlijk ten opzichte van Jarvis Williams. Die zit zelf. Ook die wordt niet gestopt. Nee. Vierde fout van Pasalic. Op deze drive. Ja, daar zit wat in. Ja, dat is wel mooi. Eerst jouw arm uitsteken en daarna recht omhoog houden van ik stond keurig netjes stil en mijn armen bewogen niet. Maar dat klopte niet helemaal. Bonus is goed. Zwolle had er alle vertrouwen in dit keer. Geen man in de rebound gestuurd. Alright. Ja, nog niks beslist natuurlijk. 10 punten verschil. Maar een lekkere flow zit in de wedstrijd. De scheidsrechter is een stuk minder zichtbaar dan donderdag. Was natuurlijk ook een heel ander type wedstrijd toen. 5 seconden. Dat is een moeilijke bal. En dan, dat is ook interessant, die moet je met links afmaken. Maar dat kan Huggins blijkbaar niet zo goed in die situatie. En, te hard met rechts. Ja, ze zoeken nadrukkelijk naar deze man die hot is als een kachelpook. Martez Walker, 29 punten. Er was een open schot voor Van Oostrum en die dacht nee, ik geef hem gewoon aan Walker, want die gooit alles erin. Ja, 9 driepunten is inmiddels. Ik denk dat Jacob Bertsma voorzichtig eerst eens even de recordboeken kan gaan opzoeken daar in Noordwijkerhout. Want er zijn ook fases geweest in het Nederlandse basketbal dat er 50ers of 60ers misschien zelfs wel werden gescoord. Maar toen was er nog geen driepuntlijn voor een deel van die tijd. Ik ben benieuwd wat het record is. Ja, te makkelijk. Ja. Leiden moet oppassen. De korter geschoren en de korter geknipte Persons. Die brengt de bal via de Jong nu bij Huggins.
Nou, Williams, die hot is natuurlijk beste verdediger van Nederland op zich. In Kerazi, die is de baas. Kan Zwolle profiteren in de post met de Pachter. Ja, goed die bal rondgeswingt. Nou. En ja, dit mag ook niet gebeuren, die rebound. En ik zou dan een time-out nemen van de Pachter. Dat gebeurt wel of niet? Dat gebeurt wel. Ja. Nee, ja. Alleen een wissel. Ik vond ook dat het geld. Er werd ook niet uitgebokst. Voor mij had Dirty de Jonge half de Pachter even moeten pakken. Zodat hij niet voor de rebound kon gaan. Vijf punten. Het is punt op 15 geweest. Misschien zelfs wel iets meer nog in de eerste helft. En het grootste verschil was 16, 43-27. Oeh, dat is de gevaarlijke man. Williams, mooie bal. Ja. Feeling it. Ja, verder twee punter van Devin. Ver versloten geeft drie punten. Oké, kan heel goed kloppen. Ik dacht dat hij wat verder was, maar... Ja, het is een aanvallende wedstrijd, kunnen we wel zeggen, Martin. Maar het verschil is wel geslonken. Dit is maar vier. Geen goed schot. Landstede is dit kwart aan het winnen. Ja, we zoeken naar Walker, die nu verdedigd wordt door de Ververs. 10 seconden. Ja, leidt er goed tussen. Een paasje, ja, prima. Vierde punt voor Virgil de Jong. Ja, het is een Amerikaanse avond met 29-52 punten voor drie Amerikanen samen. Huggins, Williams en Persons. Een babydunkje van de Jong. Ondertussen Devin van Oosteren ook geklommen naar 13 punten. En de Pachter met 7. Deze man, Ralf de Pachter, assist op Kerazi of niet? Nee. Ja, pakt goed zijn eigen rebound. Drietje. We gaan richting de recordboeken, Martin. In ieder geval iets van 10 driepunters in minder dan drie kwarten. Dan zal het in de recordboeken niet per kwart staan, maar het is nogal wat. Technische fout volgens mij voor Ralf de Pachter, denk ik dat het is. Die gaat in ieder geval naar de bank. Dus dat zit er wel in. Donderdag was het Rolf. Vandaag is het Ralf. Die een T pakt. En vrij worpje voor Telepersons. Is goed. Maar hier nog eens even Walker van toch ruim achter de lijn. En de close-out van Leiden komt te laat. En 32 punten dus voor Martez Walker. Ja. In de oude dagen dachten we gewoon van als iemand zo hot is, dan slaan we een keer keihard op zijn schothand. In de hoop dat hij dan wat minder makkelijk die ballen erin gooit. Je hoort het mij niet bepleiten, maar ik snap helemaal wat je bedoelt, Martin. En Williams, ja, schotje. Hey, 4 punten verschil. Ja, de Jong heeft het niet vandaag met zijn schoten. Bleker, die we wel eens dominanter hebben gezien in wedstrijden van Zwolle. Zeker in het begin van het seizoen, maar draait in ieder geval mee. Wil die bal wel hebben van Schilder. Dit is toch een beetje de bench unit. De bankspelers. Met ook Nautje van Oostrom hier aan de bal. Maar dan met twee starters. Daalman en Walker. Dit is te laat lijkt me. En in ieder geval bal verleiden. Oeh, en een onsportieve fout. Topfout van Martez Walker. Dat is niet slim. Ik begrijp totaal niet waarom dat nodig is. Nee. Nee. Hij zegt nu ook tegen de scheids, ja dat was de bedoeling niet, ik snap het niet, het was niet zo. In die situaties moet je echt, die is eigenlijk kort van Ververs, maar bij zo'n vastbreek situatie moet je oppassen, moet je echt heel zuiver op de bal proberen te spelen. En als je maar wat doet, maar wat maait naar iemand, dan is het over het algemeen een onsportieve fout.
5. Hey, kijk, 11 uit 20 in 2001 voor Nathan Smit. Dankjewel, meneer Bergsma. Daar staat het record op. 11 uit 20. Hoeveel heeft Walker er momenteel, Martin? 3 punters? 10 volgens mij. Maar nog tijd zat om er naar de 12 te gaan. Oeh, gigantisch blok van Bleker. Mensen, Leiden, net naar de hoop. Dankjewel, Jacob. En ook Travis Young. En dat was in 2006. Dus de meest recente is Travis Young. Ik meen van Den Bosch destijds. Dat is uit het zorg en zekerheid tijdperk. Schoot 11 uit 12. Dus dat is nog veel knapper. En dus 11 uit 20 voor Nathan Smit. Dus het aantal raken, dat kan overtroffen worden vandaag. Oh, goede ingreep, maar de basket geraakt, de Jarvis Williams. Dus goaltending, 2 punten voor Zwolle erbij. Maar percentage zal die niet de beste zijn. Walker 11, ik sta hier 10 à 12. Nog 2 erbij en we lijken een record te hebben in de geschiedenis van het Nederlandse Eredivisie basketbal. Maar ja, kan zijn dat Leiden nu wel die 3 punten er helemaal uit gaat verdedigen van Martez Walker. Op klok. Ah, heerlijk. De Jong gaat ook zich laten gelden met een 3 punten. Dat maakt het gat weer 6 punten. Dus die kan een stuk verklonken. Hier is het de Daman. Positie zoeken tegen de Randami. Draaien en keren. Slim gedaan. Ja, en dat doet hij dan eigenlijk zonder al te veel te springen. Maar toch goed voetenwerk en een beetje eromheen draaien en dan dat balletje erin frommelen. Dat is eigenlijk hoe we Daalman kennen. Ja, laatste avond van het kwart, dus voor Leiden. Ja, opgevangen. Zwolle had een foul to give. Dan van 3 naar 4 teamfout. Hier nog eens Daalman. Ja, bij een onderhands balletje. Ja, het is wel een hele handige jongen. Hij was in de playoffs finale tegen Donau. Was hij samen met... Kazaka Jarmi Keen, de man van de wedstrijd. Van de serie eigenlijk. 5 seconden. Valt niet goed. 4 puntjes verschil nog over van de 11 bij rust. 76-72. Volgens mij, even uit mijn hoofd gezegd, heeft Leiden bal uit in het vierde kwart. Dat is misschien nog een positief punt. Als ik gelijk heb, dat moet ik ook maar afwachten natuurlijk. Even een rondje langs de velden dan maar. Den Helder gaat het niet redden tegen Den Bosch. Het staat 66-76. Up nog 57 seconden. En in Groningen is het afgelopen. Heeft Donau met 83-72 van Apollo Amsterdam gewonnen. En in Leeuwarden is het bijna einde derde kwart. En er staat een 35-41 voor Basketbal Academie Limburg. Over de kalender. Leiden gaat vliegen naar Izmir aan de zuidwestkust van Turkije voor de wedstrijd tegen Pinar Karsiaka op woensdag. Die is al op 18 uur, dus 6 uur Nederlandse tijd. Ja. Begin van de avond. En dan speelt Leiden, is dat nou definitief over een week? Zaterdag in Zwolle. In Zwolle om 19:30. En dan die woensdag daar weer na, dan zitten we alweer op 29 januari, spelen wij thuis de laatste thuiswedstrijd in deze poolfase van de Europe Cup tegen Bahçeşehir College, ook uit Turkije, de ploeg uit Istanbul. En die wedstrijd is gewoon om 8 uur. Ja. Soms heb je spelers die zijn zo in een zone met een schot dat echt alles erin valt. Walker is zo'n speler die er vandaag echt in de zone zit. Ik bedoel, 10 à 12, dat is niet verkeerd als je dat met 3 punten weet te schieten. En dan sta je gewoon op 32 punten, omdat je ook nog ergens een keer een veldscore hebt gemaakt. Het is natuurlijk een beetje theorie, Martin, maar jij had het er eigenlijk donderdag al over. Zou Martez Walker ook die 12 mooie schotkansen hebben gekregen als er nog een andere pointguard bij Zwolle rondliep? In 3 kwarten tijd, niet in 4 kwarten, maar in slechts 3 kwarten. Dat is inderdaad de vraag. Ik denk dat Nijssen van Oosteren meer een teamplayer is dan... Of Devin van Oosteren meer een teamplayer is dan Jordan Johnson. En ik zie toch dat het Landstede met de bal begint. Ik zat ernaast. Niet getreurd. Hier is het dan Devin van Oosteren. Die guard over wie we het eigenlijk hebben. Alexander Boer en Nigel de bal graag deelt.
ook wat minder scorend is eigenlijk dan Devin. Devin die is ook wat schotvaardiger hier in de post met Noah Daalman. Kijken of hij ook Willems kan verschalken met wat hij deed met de Randami. Dat lukt niet. Nee. Moeilijke actie van de jongen. Er zat veel handen tussen, maar niet gefloten. Er zat weer een elleboogje tussen. Boven Leiden. Draaien een keren. De Randami. Voor mij staat hij nog op 100%. Kijk eens aan. Dat levert hem dan in ieder geval 8 punten op. En dat is lekker. Die komen dan van de bank. Paslitsch is de starter met 4 punten. 6 voor Vervars, 7 voor de Jong, 10 voor Huggins, 20 voor Persons en 23 voor Williams. En een 3 punten. Wat anders voor Zwolle. Met bord. Yes. Mike Skilder. Die gaat naar 5 punten. Kerazi op 4, De Pachter op 7. Eentje voor Bleker, 32 voor Walker, 8 voor Daalman, 5 voor Dorsey Walker en 13 voor Devin van Oostrum. Ja, die lange Bleker die is te lang voor Williams. De bal is naar Leiden. Dan vraag ik me af waarom ze hem voor de shotball gaan vragen, want dat hoekshot van Williams dat zat er op de ring. Tegen Bleker? Ik denk het niet, Martin. Volgens mij had hij de ring niet geraakt. Nee. 3 seconden. Dat was well short, duidelijk te kort. Met de hoek. Moeilijke bal voor de Jong, maar die moest. Schilder slim op eigen helft gebleven, dan kun je nog voorlopig geen terugspelen maken. Bleker wilde wel heel graag pasen. En die stond op een plek, Bleker, waar hij zelf dacht, ja, daar kan ik zelf niet zoveel. Dat is me allemaal te ver weg. Ik geef een backdoor op Walker, maar Walker die wil natuurlijk liever naar die driepuntslijn komen. Ik geef hem groot gelijk. Ja, leuk behind the back paasje. Ja, Leiden komt niet in de paint. 4 seconden. Niet van ver. Slim gedaan door Ververs. Duidelijk tekort en een fout. Geen eens van een hele slechte fout. Het is in ieder geval niet onsportief. Zwolle was er vandoor. Maar ja, Leiden komt er moeilijk doorheen. Ja, Zwolle heeft duidelijk de verdediging anders georganiseerd. Leiden heeft er veel moeite om er langs te komen. Komt niet op de goede schoten. Duurt vaak lang in de aanval. Mooi gezien, maar ook heel goed gezien van de Jong. En dan is het weer een fout in de transitie. Gewone fout. Van deze nummer 42, hier close-up, Delma Daalman. Persons tegen Walker. Een beetje duwen. Ja, dat is maatje te groot in principe voor Persons. Hij is wel sterk, maar natuurlijk kleiner dan. En hier is Bleker, die houdt die bal leeg, want die is een stuk langer dan de Jong. En zo staan we op 3 punten verschil. 1 punt verschil. Ja, ik wou net zeggen, daarom twijfelde ik. 1 punt verschil. Leiden nog voor. Eigenlijk de hele wedstrijd voorgestaan. Oh, mooie bal van de Jong. Niet af kunnen werken, helaas. Wel een mooie actie, maar de scouts hadden de punten al geteld, zo te zien. Wordt weer teruggetrokken. Dit is de juiste stand. De klok liep niet. Aha. Check. Nou, we komen nu met een aanval van Landstede dat daarmee voor het eerst deze avond op voorsprong kan komen. Er komt wel een time-out van Leiden, denk ik. Yes, sir. Dat is dan de eerste time-out van Rolf Franken vandaag. Aris Leeuwarden is trouwens op gelijke hoogte gekomen met bal na 2 minuten 4e kwart.
Mazurzak is losgegaan. Die heeft er nu 17. Ja, de andere wedstrijden waren natuurlijk al afgelopen. Daar hoef ik niks meer over te vertellen. Yes, even de administratie van de replays bijwerken ondertussen. Dissident ziet u in beeld. Pasolietje uitgebreid aan het woord daar in die time-out. Wat het mooi als spelers proberen bij te dragen op welke manier dan ook. Of dat ze nou in het veld staan of aan de kant zitten. Ja, hier nog even een tussen Van Dam en Persons over misschien een bal die werd geraakt of een arm of een hand die werd geraakt. Je hebt altijd dat punt, Martin, van ja, als je schiet hoort je hand dan bij de bal. En als je daar dan opgeslagen wordt, is het dan wel of geen fout. En dat is allemaal van die ingewikkelde discussies. Ja. Ik zou zeggen, als je hem hard genoeg slaat, is het zeker een P. Maar misschien ging het daarover, ik weet het niet helemaal zeker. Maar we spelen weer. Met in ieder geval een fout. Oh, ja, dat is een andere replay dan ik in gedachten had. Ook leuk. Het pakt even anders uit. Dat was in ieder geval dissident. Zwolle, kunnen ze op voorsprong komen? Ja, meteen met twee, hè. Dat is nou een brede selectie. Dorsey Walker hebben we eigenlijk de wedstrijd nog niet gezien. Die komt in het veld voor Walker. En drielt er meteen een driepunt erin. Ja. En hier is het een losse bal. En Daman, ja, die is niet zo van het dunken, maar wel van het scoren. Zwolle neemt het over. Leiden heeft nog twee time-outs. Dat zal het probleem niet zijn. En er moet gedweld worden. Ja. Leiden gaat in ieder geval wisselen. Daar komt Huggins. Hier nog eens even Daalman, die denkt een layup is ook twee punten. Ja, slordig balverlies van Persons op de middenlijn. Meer dan genoeg dweilers in dienst vanavond, dus dat gaat helemaal goed. Ja, goed gekeurd door Tijmen Last. Even checken bij de jury en daar gaan we weer. Ja, kan Leiden weer wat meer solide gaan spelen, ruimte vinden. En mooie actie van Huggins. Yes. Mooie bal hoor. Is net in de ploeg gekomen voor Worthy de Jong. Mooi naar de ring gegleden. Yes, dan heeft wel goed. Die lukte niet, die bonus. Is dat een driepunter? Volgens mij is het record geëvenaard. Ja. Want 11 raken driepunters. En daarmee evenaart hij dus Travis Jong 2006. Nathan Smit 2001. Met dank aan Jacob Bergsma. Hij is de Rijksarchivaris van het Vaderlandse basketbal. En een turnover door Randami. En kan Zwolle het uitdiepen. Een fout voor twee man. Bob Walker, de man van de wedstrijd. Nou, waarom is hij de man van de wedstrijd hierom? Stepback zelfs. Nou, dat doet James Harden niet veel beter. Dat zijn dan wel ballen, dan ben je echt wel hoog, Martin. Die was toch redelijk verdedigd. Die was redelijk verdedigd. Voor mij was er nog wel een regel over taunting, dat dat niet toegestaan is. Dat zie je hem ook nog even doen tegen Persons. Maar goed, ik zou ook zeggen, in your face, mama. Doe er niet moeilijk over. Eat this. Kan die ook dit? Ja, vanavond zeker wel. Hij gaat naar 36 punten. Tje. Ja, hij heeft bijna de helft. Dat zouden er dan 43 moeten zijn, maar van de Zwolse productie. Ja, Leiden heeft het niet meer, hè? Ja, het is 5 minuten nog. Leiden heeft natuurlijk fantastisch gespeeld. Het enige wat je erop aan kon merken is misschien... verdedigend hebben ze niet heel veel kunnen stoppen. Ah, eens kijken wat zullen ze nu toch moeten gaan doen. Zwolle stoomt richting de 100 punten op deze manier. Ga je staan als je wel Leiden bent. Dit is wat er nodig is. Steun.
publiek heeft het door. Maar wat zijn nog de mogelijkheden bij Leiden? Kan Williams weer loskomen? Gaat de Jong opstaan? Nou, dit is gewoon uitstekend verdedigd door Zwolle. Leiden komt er niet doorheen. Ja, hebben ze vers bloed op de bank? Nee, niet zozeer. Daar zit Pazalic. En dan mis ik misschien nog één iemand. Dat is, we kijken, Hagen staat erin. Dan hebben we nog Persons op de bank zitten. Dus die zal er nog wel een keertje inkomen. Maar Leiden wordt nu met chirurgische precisie aan stukken gesneden. Ja. Van Oostrom heeft het heft in handen genomen door alle lijnen uit te zetten. Deventam. En er zijn genoeg jongens bij Zwolle die die ballen dan wel even graag ingooien. Ja, dat was een uitstekende volwassen aanval. Rust genomen. Gezocht, gekeken. Kijk eens even, heerlijke assist. En door al die snijbewegingen komt er dan altijd wel iemand vrij. Ja, maar dat denk ik ook. William staat daar achter zijn man. Die staat bij Krasen. Maar Krasen zal hem daar vandaar niet in gaan schieten. Dan moet je toch zorgen dat je helpzak komt geven bij Daalman. Ja. Aanvallend prima wedstrijd van Leiden. Wat kunnen ze nog? En er zullen ook wat stops moeten komen. Tijd begint een klein beetje te dringen nu. Ja. Dit wordt nog zijkant en dan staat Zwolle inmiddels wel in de gevarenzone met de bonus. Ja, maar wel 9 punten voor. In dit kwart staat het gewoon 17-4. Ja, in de vorige wedstrijd donderdag was de koek op eigenlijk in de eerste helft. Toen kon Leiden niet bijbenen. En nou, is de koek dan vandaag op in het laatste deel. Jong, ja, moeilijke bal. Ja, het samenspel is dan ook weg. Ja, even overleg tussen de scheidsrechters. Die zeggen, nou, spelers even aan de kant. We gaan het eerst zelf bekijken. En Nicole, ja, last zegt, ik heb het niet goed beoordeeld. De bal is voor de Hammers. Nee, voor Leiden. Ja. Dat bedoel ik. Tijn had eerst de Landstede bal gegeven. En Bert van Sloten zei nee. Daar moeten we even over overleggen. Yes sir. Kirazi die zei nog, maak er dan maar een sprongbal van als jullie het niet eens zijn. Maar dat is dan eventueel alleen als je er echt helemaal niet uitkomt. Maar Last liet zich overtuigen. Even overleg bij de jury. Misschien over de schotklok. Ja, duimpje. Schotklok naar 7. Inside is goed. Yes sir. Kan nog. Huygens had nog wel een fout willen hebben. Waar het duidelijk op zijn hoofd geslagen werd. Het publiek ook goed achter. De DJ is erbij. En dit moet een misser zijn hopelijk. Oei. Wauw. Ik vind wel dat als Zwolle bijvoorbeeld ook zijn Dorsey Walker. En al eerder op Devin van Oostrum. Die komen dan vrij. Met één simpel screentje. Kun jij eens kijken zo naar het totale aantal raken drie punten van Zwolle Martin. Als je, ik weet niet of je misschien gelegenheid hebt in deze hectische wedstrijd. Deze bal valt mis. Maar ik kan me voorstellen dat in een, als het geen overtime wordt in 40 minuten. Als we kijken naar het aantal raken drie punten van Zwolle. Ik wil niet zeggen dat het een record is, maar zijn er nogal wat. 16. Dat is de helft van de punten. 48 bijna. 48 punten aan drie punters. Leiden heeft er 12. Dat is meer dan de helft dus. 12 raken drie punters. Ook niet gek natuurlijk. Nee, maar 16 uit 30. Terwijl dat met rust 7 uit 19 was. Dus nu gewoon in de tweede helft 9 uit 11. Wat de Landstede van de driepuntslijn staat te schieten. Ja, weer even overleg. Ik meen daar Harry van Loon te herkennen als commissaris. Dit is Time the Last. En ook dat is weer gefixt. Yes. Daar gaan we. Ja, Walker die krijgt in voor geruimte. Maar die gaat ook neer. Oeh, die wordt geraakt in de lease, denk ik. Door, ik denk, Persons. Ja, die kwam er fel uit. Ja, die zegt nu wel sorry. Dit zal ook wel een ongelukje zijn geweest. Maar die werd daarna geraakt. En daar gaat het verbreken van het record. Niet dat dat nou een doel op zich is. Maar dit heeft Walker niet verdiend naar zo'n fantastisch. Dat wordt in de lease of in de, je weet wel, geraakt. Je ziet hoeveel pijn die heeft. Moet hij naar de bank. Ja, dat was een close-out van Leiden. Diep inademen. Ik denk dat hij door wil en door kan. Als ik het zo zie. Krijgt ook even de tijd om zich te herstellen. Verzorger erbij.
Ik heb de play ook verder niet gevolgd eigenlijk. Nee, ik heb hem hier even buiten uw beeld, maar op mijn beeld dan eventjes. En dat was... Maar de bal was gewoon op de kop van Landstede. Eens kijken wie het was. Peursers liep er wel langs. Nou, leek ook niet heel veel te doen, maar was waarschijnlijk toch contact. Ik dacht dat hij wat. Nee, precies. Ik dacht dat de speler hem eerder wat lager raakte bij de voet. Maar goed, schotje is niet goed. Hierdoor is natuurlijk toch een beetje de ritme uit de wedstrijd. In principe 10 punten. Een paar drietjes zouden lekker zijn. Er komt ruimte. Kan op. Kan allemaal op. Heerlijk avondje basketbal in Leiden. Gaan de vele fans getrakteerd worden op een overwinning van Leiden. Oeh, moeilijke bal hoor. Moeilijke bal, goed verdedigd, pas er niet. Vanuit de grond te Leiden moet wel een verre bal. En ja, de jongens totaal niet op schot. Hij schiet gewoon enorm mis. Ja, hij stond wel soort van vrij, maar het was ook heel ver. Niet helemaal de optie die ik zou hebben gekozen. De jong met zijn 7 punten. 7 punten is ook het verschil. Als Leiden stop maakt, is er nog niks aan de hand. Maar dit doet de Devin Oostrom heel geroutineerd. In ieder geval tijd nemen. Maar dit was dan iets te getrukt. Te slim eigenlijk. En blocking foul. En twee vrije worpen. Zon in de penalty. Twee maal. Randami in principe om de wedstrijd af te maken in de plaats van Pazelic. Ja, je moet toch een speler hebben die wat meer druk kan geven. En dan denk ik dat je met de Randami iets meer kunt dan met Pazelic in deze situatie. Ja, Randami heeft natuurlijk qua ook aanvallend werk in een aantal wedstrijden toch wat belangrijke schoten gemaakt dit seizoen. Misschien dat dan nog ook meespeelt. Pazelic maakte dan weer een belangrijke 3-punter in Den Bosch dinsdag. Maar dat soort dingen kan Randami ook. En het competitierecord, dank je opnieuw Jacob Bergsma, is 19 raken 3-punters in 2008 voor Den Helder. Dus daar heeft Zwolle met, als ik het goed heb onthouden, tot die 16. Dan gaan ze waarschijnlijk net niet redden. Tenzij er nog een verlenging komt. Dat zou ook zomaar kunnen. Ja. Hij moet 2 stops maken, hè. Kijk ook even naar de foutenlast. 4 fouten voor de Randami en voor Pazelic. Ook 4 voor Dorsey Walker. Het is fantastisch dat Jacob Bergsma zo'n heel archief heeft opgebouwd waarin hij wij vragen en hij draait. En het zijn mooie cijfers, Leiden er weer uit en de Zwolle terug. Ja, komt geen vast break, maar wel een schot. Ja, laat het een paas noemen. Het gaat een hectische slotfase worden, bal voor de Hammers. Verrazing kon die bal niet vallen. Pandemonium. Publiek uit zijn dak. Leiden moet een stop maken. Heerlijk schiertje. Iedereen staat ook van Leiden. Van. Alle tribunes zijn omhoog gekomen. Letterlijk en figuurlijk. Contact en... in de pit. Kerazi mist en een fout. Ja, geen hele slechte fout natuurlijk. Kerazi niet de beste vrije worpschutter om het zacht uit te drukken. Maar oei, maar de kans staat voor de Hammers. Eerst Daalman en toen Kerazi. Ja, hoe dan ook, Leiden leeft nog helemaal. Ja, de voormalige publiekslieveling wordt nu weer uitgefloten. Ah,
En ja, zijn wissels worden toegejuicht. Het kan verkeren. Wat gaat Leiden doen? Eerst maar eens rebounden. Wat gebeurt? Ja, Leiden gaat sowieso kijken. Hangt er een beetje vanaf. Ik zie de bal nog terugkrijgen. Drie punten zou natuurlijk lekker zijn. Hoeft niet helemaal per se, maar... Ja, heel vroeg geschoten door Huggins. Ja, hij kan het wel. Ja, dit is dan wel nodig, maar dan nu wel op een goede schutter. Jammer. Leiden leeft nog wel. Maar die aanval hadden ze misschien één of twee paasjes extra kunnen doen, Martin. Ja, ik denk dat ze het deden om in ieder geval dan ook nog een bal terug te krijgen. Als Zwolle dan nog een aanval had van 24 seconden, dat Leiden dan nog een keer de bal kan krijgen. Maar goed, nu kan Van Oostrom kan de wedstrijd eigenlijk redelijk in het slot gooien. Doet het voorlopig. Ik wou zeggen niet. De bal valt dus wel goed. Two possession game in principe. Of Leiden moet voor een drie punten met een P kunnen zorgen. Nu verwacht je een time-out van Franken. Omdat je dan de bal dit hele veld niet over hoeft te dribbelen. Ja. Nou, dat doet Pursus dan waarschijnlijk wel redelijk goed. Maar ik snap wat je bedoelt. Beide teams hebben nog twee time-outs. En dit is heel matig. En dan is het einde. Met een fantastische dunk van Walker. De man of the match. Over de jongen heen. En dan is het de technische fout voor. Is het dan de taunting? Voor Walker, voor taunting. Ja, dus het uitdagen. Ja. Dat is dan... doet hij zichzelf een beetje mee tekort, Walker. Wordt wel heel goed meteen door zijn ploeggenoten eventjes erbij gehaald. Dus het zat er wel een keer aan te komen. Want dat deed het ook al een paar keer eerder. Ja, hij gaat nu wat met de bank, Walker. Daar gaat hij, denk ik. Of uitleg vragen. Herman van der Belt zegt, joh, dat heb jij niet nodig. Kerasi mag niet rebounden. Het is, die dunk die telt wel gewoon. Ja, de wedstrijd is natuurlijk wel beslist eigenlijk. Maar dus na die geldige dunk kwam dus een technische fout van Martijn Walker. Die dunk zit hier sowieso aan het einde van de wedstrijd terug. Als we alle herhalingen laten zien, dit is gaat goed. En dan krijgt Leiden ook de bal. En beide teams is in de penalty. Beide teams nog met time-outs. En nu is de discussie, waar moet je dan innemen? Ja, maar nu moet Franke die time-out nemen. Want dan kan je hem op de aanvallende helft innemen. Het is gewoon een simpel ABC-baas. Dan moet je weer dat hele veld over. Ik snap dat niet. Hij heeft nog twee time-outs. Ja, daar is hij. Heb je gehoord, Martin? Ik denk dat iemand de livestream hoorde en zegt, hey, je moet even time out nemen hoor. Ja, schijnt wel bekeken te worden de livestream, dus misschien was dat het. Door, hier nog eens even die mooie dunk van Walker. Boom. En dan, ja, en dan inderdaad de jong aankijken en wat tegen hem zeggen. En dat is sowieso, wordt dat bestraft. Je mag eventueel wel je emotie nog, gewoon je blijdschap laten merken. En dan bijvoorbeeld richting het publiek zeggen, goh, dat deed ik toch heel lekker. Maar zeker niet richting een tegenstander. Nee. En vandaar de thee. Wat zou jij doen, Martin, nu? Wat zou je zeggen? We moeten een driepunter hebben of een snelle tweepunter? Of wat moeten we doen? Ja, weet je, het is 16 seconden, hè. Dus ik denk sowieso dat ongeacht welke score, je moet meteen daarna een fout maken. En als je vol op de lijn te zetten, kan je nog een keer een time-out nemen om dat hele veld over te gaan. Ik bedoel, het mooiste is natuurlijk als je een driepunter kan schieten. Want dan, is het verschil drie punten. Maar ja, dan moet je toch weer een fout maken. En dan krijg je toch twee vrije worpen van Landstede. Ja, en als die er alle twee ingaan, dan is het dan een beetje einde verhaal. Het leidde gewoon een... ik denk dat het toch wel een vermoeidheid is bij bepaalde spelers. Waardoor ze het laatste kwart toch niet meer konden brengen wat ze de eerste helft wel konden brengen. Eigenlijk de tweede helft ook niet. Het tweede kwart scoren ze tenminste nog 23 punten, alleen ze krijgen er 30 tegen. Maar het laatste kwart staat er nu 14-24. En dat is gewoon te veel. Dat is te weinig scorende inbreng van Leiden. Ja, ondanks die 90 punten. Leiden toch, geloof ik, toch niet wat stilgevallen op dat front. Komen niet met dat goede schoten. Het is een van de schutters natuurlijk. En een fout. En ja, het was slim om die bal nog los te laten. Ja, maar ja, het is twee maal. Sowieso twee maal voor Huggins. Ik bedoel, dat is nog steeds een two-position game. En als Walker bijvoorbeeld nog stel op de vrije worplijn zou komen, dan kan hij op of over de 40 punten. Hij heeft er namelijk nu 39 en dat zien we toch niet vaak hoor. In 40 minuutjes in de 5 mei hal een tegenstander die, of een Leijenaar
For That Matter, die zoveel punten bij elkaar gooit. Dat is gewoon knap. En al te veel schoten met al die drie punten heeft Walker er ook niet voor nodig gehad. Nee, beslist niet. Oké, Huggins kan leiden in ieder geval. Ja, eerst een steal proberen. Liever geen P. Want dan zijn natuurlijk vrij worpen. Probeer een 8 seconden. Ja, nee. Het wordt heel snel een P gemaakt. Zo ja, heeft natuurlijk toch, neem ik aan, aardige schutters erin gezet. Hoewel Kiraals hier er ook nog in staat. Maar goed, die is waarschijnlijk afgesproken. Die staat er voor de verdediging en geeft Kiraals dan even de bal niet. Want die zagen we natuurlijk twee keer mis. Nou is Daalman ook bepaald geen type Mark Price of Reggie Miller aan de vrije worplijn. Dus wordt meteen gelogen straf. Ik denk dat die tweede er... Volgens mij gaat de tweede er ook in, heb ik zo'n gevoel. Jammer, Feyenoord. Ja, Leiden met de time-out, maar ja, dat zal academisch zijn in principe. Ja, 6 punten, 11,2 seconden. Maar goed, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Over Reggie Miller gesproken, die maakte wel eens, wat was het? 9 punten in 15 seconden of zo. Met, of 8 punten. Iets in die buurt. Ja, die zat daar wat... Tegen de niks. Tegen de niks en Spike Lee. Ja, tegen, ja, was vooral tegen Spike Lee, ja. Ja. Ja, wij gaan op Martin dan, Hoekstra, die naast mij zit, gaat na afloop praten met de twee hoofdcoaches. Dus met Van der Belt en Franken. Nou, dat zat hem over na te praten. Misschien ook een beetje vooruitkijken naar die bekerwedstrijd volgende week in Zwolle. Ja, maar beide ploegen gaan eerst midweeks Europees spelen. Ja, zeker. Zwolle nog zonder overwinning, meen ik, hè? In deze tweede poolfase. Leiden met 1 overwinning op zak. Dat was die mooie thuisoverwinning op Krasnojarsk. In principe zal het woensdag in Izmir zal er echt een groot wonder moeten gebeuren. Wil Leiden daar kunnen winnen. Tegen sterke Pinar. Maar hoe gaan zij naar Izmir? Met nog een zege voor de poorten van de hel? Of met niet veel meer dan een morele overwinning op zichzelf dan? In vergelijking met... Donderdag, die bal lukt niet. De bal is voor Zwolle en dan denk ik niet dat Leiden nog een P gaat maken. Want 4 seconden en 6 punten. Dan is het wel gedaan. Het is gedaan. Mooie game. Fantastisch schutterswerk in het begin van vooral Williams. En de hele wedstrijd eigenlijk van Walker. Ja, maar dit zijn wel de wedstrijden die echt een beetje wat brengen. En... Leiden heeft het uiteindelijk, ondanks dat het de vierde wedstrijd is in 8 dagen en de derde wedstrijd in 5 dagen, hebben ze het in ieder geval zeker voor rust goed gedaan. Na de rust werd het allemaal wat minder. Ik denk dat er ook vermoeidheid wel een rol speelt, omdat Leiden toch wat meer wedstrijden in de korte tijd speelde. Het is jammer dat Omot niet speelt, niet fit is, want dat zou dan nog in ieder geval een extra mannetje zijn die ook nog wel wat energie van de bank kan brengen. Voor de rest moeten we het hier maar belaten, denk ik. Ja, Martin, ik ben het in alle hectiek vergeten. Heb jij al dingen kunnen melden inderdaad over de andere wedstrijden? En wil je dat überhaupt? Ik heb het wel gemeld. Okay. Ik zie dat Haris het laatste kwart met 24-7 wint van bal. En dan uiteindelijk wint met een minimale score van 60 tegen 48. Alright. Dat vond ik wel een verrassende uitslag dan toch nog. Dank je, Martin Hoekstra. Martin gaat aan de administratie. En wij gaan eventjes naar de muziek. En dan zijn we zo bij u terug met de coaches. En ook met alle hoogtepunten. Dus blijf lekker kijken.
Okay, we had a problem here.
Herman, welkom. Gefeliciteerd met de tweede overwinning in 3 dagen tijd in de Leidse 5 mei al. Dat zal niet zo vaak gebeurd zijn in zo'n korte tijd. Een hele andere wedstrijd dan afgelopen donderdag. Ja, maar dat was te verwachten. Ja. Ik denk dat Leiden hetzelfde team heeft, maar dat spelers individueel ook wel opstonden. En het was een wedstrijd. En wij waren niet goed in begin en niet goed tot rust en niet goed begin. Het derde kwart, maar uiteindelijk denk ik dat we wel karakter tonen en dat we blijven knokken. En dat Martes, die schiet ons de wedstrijd. 11 driepunters, 37 punten. Ja. Dat zijn natuurlijk fantastische cijfers. Ja. Die heb je denk ik als team hadden jullie ook heel veel driepunters dit keer. Ja, 17. Maar we vonden hem ook. We vonden ook hem, ik denk dat Sharon ook een paar open ballen had en niet maakte. Ja. Je moet ook plays maken als je vrij staat. Je mag verwachten dat mensen vrije ballen erin gooit een bepaald percentage. Mm-hmm. En maar een goede overwinning. Ja, waar zie je het verschil in? Waarom win je deze wedstrijd en waarom wint Leiden niet? Ik ben niet verantwoordelijk voor Leiden. Ik kijk vooral naar mijn eigen ploeg. Maar wat ging er dan bij jullie beter? We schieten de ballen raak. Als je 17 driepunters maakt, dan moet je knap verdedigen. Hè? Of dan moet je zelf ook knap aanvallen. We maken, dan is het 96 punten. Ja. Er zijn niet veel wedstrijden met die verlies als je 96 punten maakt. Ik ken dat niet, 92 nog te veel. Maar daardoor is het al. Bij Rus had voor mij Leiden 53. Ja, 53. Ja, dat is wat ons betreft veel te veel. Dus ik vond dat ze veel te comfortabel waren in heel veel zaken. De coverage was in de uitvoering gewoon niet goed. Maar we tonen wel mijn karakter, vind ik. Ik vind dat we erin bleven geloven. Ik vind dat we elkaar ook bleven vinden. Ik vond dat de huddles en ook de timeouts allemaal constructief waren om ergens naartoe te gaan. En complimenten aan mijn ploeg. Ja, precies. Je moet natuurlijk volgende week nog een keer een bekerwedstrijd spelen tegen Leiden in Zwolle. Ik heb net begrepen dat het volgende week zaterdag is. Er is ook al geloot voor de volgende ronde. Stel dat je wint van Leiden en er is natuurlijk nog een hele wedstrijd te gaan. Dan zou je zomaar tegen Donar of Rotterdam in de halve finale kunnen komen. Dat is toch een beetje teleur, een beetje rare loting. Ja, maar ook daar kan ik helemaal niks mee. Het gaat over ons. Wij willen finale spelen. We zijn een ambitieuze club. We hebben een ambitieus team. We hebben jongens die er wat van willen maken. En we verwachten wedstrijden te winnen. We verwachten elke wedstrijd te winnen. En we bereiden ons voor op elke volgende. En daarna zien we wel wie dan daarna weer de volgende is. En om eerlijk te zijn, dat is de ambitie van ons. Als club, als staf, als spelers. En mooi dat het tegen Groningen zou zijn. Ook die moet je winnen. Ja. Ook, als je
bekers wil winnen of kampioenschappen wil veroveren, zou je van iedereen moeten willen winnen. Ja, even terugkijkend naar vorige week zondag, dat het was volgens mij. Dat je in eigen huis met 29 punten van Donar verliest. Dat was denk ik niet de wedstrijd. Ja, maar ook die gebeuren in het seizoen en daar kunnen we maar beter wat mee doen. Ja, je kan er wel heel veel van leren. Ja, en dus we winnen of we leren een heleboel. Ja. En dat is uiteindelijk elke keer de essentie. En soms kom je ook ploegen tegen die het gewoon goed voor elkaar hebben. Of die het zodanig veel beter voor elkaar hebben. Dat je, kijk, en toen hadden we zoveel issues. We deden niet, we hadden afgesproken. We speelden niet met het karakter wat we zijn. Kijk, en tot nu toe, ik heb geen idee. Wat hebben we gewonnen? 14 wedstrijden gewonnen in de competitie? Of 15, ik weet niet eens. We verliezen er 2. Mm-hmm. Dus ons seizoen loopt zoals het loopt. Maar ook daar kom je hobbels tegen. En hobbels moet je zien te overwinnen. En soms duurt dat langer. Hè? En nu hadden we voor mij 3 dagen daarvoor. Ja. En dat heeft de ploeg denk ik goed gebruikt om in ieder geval te resetten of te herpakken. En maak het dan maar nuttig als je verliest. Ja, bedoel, niemand verliest graag, maar dan maar nuttig maken. En dat je er dan van wat mee kunt. Het is gewoon informatie. En eigenlijk moet je dankbaar zijn dat je informatie krijgt. En je moet verwerken. Ja, precies. Uit de Europa Cup kan je natuurlijk ook heel veel informatie halen. Ja, dat doen we ook. We genieten er ook met volle teugen van. Ja. Denk je dat het ook voor deze wedstrijd bijvoorbeeld van belang is dat je de Europese ervaring hebt opgedaan met je ploeg? Dat je niet in paniek raakt als je 11 punten achter staat of 13 punten? Ja, maar ik denk dat wat bij ons ook gewoon speelt is Ralf, Mike, Nigel, Sharon, Noah. Gewoon heel veel jongens die terug zijn en al langer met elkaar spelen. Geloof hebben in de plannen. Dat ze overtuigd zijn datgene wat ze doen, dat dat nuttig is voor de ploeg. En dat ze de ploeg helpen en van waarde zijn. Ik denk dat Mohamed voor ons echt een versterking is. En enorm veel ervaring meebrengt. En karakter meebrengt. En ik denk dat Martes ook een aanvulling is voor onze ploeg. Kijk, en Devin is er sinds kort bij. Nou, dat zit nog in de witte broodsweken of wel gewoon in de voorbereiding. En ook dat heeft in die zin tijd nodig, maar soms heb je geen tijd. Maar het is wat het is. En daar zul je gewoon een weg in moeten vinden. Er zijn keuzes gemaakt en we ondersteunen die keuzes en daar gaan we voor. Ja, over Devin, ik vond dat hij op een gegeven moment wel de leiding nam in het veld. En ook wel goede acties maakte door of zelf naar de basket te gaan of iemand gewoon vrij te om de basket te spelen. Wij denken dat Devin een goede speler is en dat hij heel veel gespeeld met IQ heeft en dat hij ons gaat helpen. Alleen ook hij moet wennen aan ons en wij aan hem en de ploeg aan hem. En er zijn allemaal, maar ondertussen gaat het gewoon door en het is geen enkele excuus. De tegenstander houdt met niemand rekening. Dus je zult het gewoon zelf moeten doen. Ja, wat heb je woensdag voor wedstrijd? We spelen Leiden uit. We gaan met vliegtuig. Leiden uit? Ja, dat is een grapje. We gaan met vliegtuig. Nee, we spelen Kiev. Oh, Kiev. Oh, zo'n lekker reisje voor de boeg. Ja. Dus een succes woensdag. Dankjewel, bedankt. En tot volgende week zaterdag. Graag gedaan. Oké, dankjewel.
Rolf, welkom in de studio. We hebben net een fantastische pot basketbal gezien, denk ik. Ik denk dat zeker de neutrale liefhebber ervan genoten zal hebben. Van de spanning en de sfeer en de emoties. Ik vond dat Leiden zich goed hersteld had van de klap van afgelopen donderdag. Ja, ik denk dat we veel hebben gedaan om te kijken wat ging er nou dinsdag niet goed. En wat donderdag niet goed. En wat konden we vandaag beter doen. En ik denk dat het eigenlijk heel goed lukte. Ja, dus wat... ik heb natuurlijk ook de statistieken in de wedstrijd gezien. Maar wat vind je zelf dat er beter is gegaan? Waarvan je denkt van nou dat is echt een pluspunt voor de rest van de zin? Ik denk de verdediging vanaf het begin goed stond. Zeker de eerste helft. Aanval liep goed. Eigenlijk alles werd goed uitgevoerd. De ballen gingen erin open. Dus ik denk dat we daar gewoon heel tevreden over kunnen zijn. Bij rust 10 voor. Nou, uiteindelijk derde kwart al iets minder. En uiteindelijk zak je het vierde kwart gewoon in. Ja. En denk je... vermoeidheid van 3 wedstrijden in 5 dagen? Ja, of 4 wedstrijden in 7 dagen. Ja, nou, kijk, weet je wat het punt is? Dat, het is heel moeilijk om daar iets van te zeggen. Het is niet wetenschappelijk bewezen. Dus, nee. Maar wat ik wel weet is dat wij dinsdag heel diep moeten gaan. En dan 2 wedstrijden tegen een ploeg moeten spelen die dinsdag niet heeft gespeeld. Ja, nou precies. Dat scheelt natuurlijk een slok op een borrel. Plus dat natuurlijk Omolt ook niet inzetbaar is. Ja. Ik heb ook niet het idee dat iedereen nu opeens 100% op zo'n fris is. Ja. Ik zag wel wat meer mensen met wat pijntjes en wat moeizaam uit de verf komen. Toch vond ik het, zeker de eerste helft, vond ik natuurlijk prima. 53 punten, hoog percentage. En dan de tweede helft. Wat denk je dat... Waardoor het dan toch net even wat minder gaat? Nou ja, de bal gaat minder rond. We hadden voor rust, ik dacht 17 assist. We komen uiteindelijk op 25-23 uit. Hè. Dus dat is meestal een goede maatstaf. Bal valt iets minder. Ik denk dat Zwolle de verdediging goed had staan. En dan op een gegeven moment moet je toch in de 1-1 actie vanuit een niet-voordeelsituatie. Ja. Dus op een gegeven moment sta je toch met 5 man een beetje te dribbelen en pick and roll te spelen. En moet je op een gegeven moment 1-1 in plaats van in de eerste helft toch uit een open situatie een fake naar binnen. En dan vaak is het een lay-up of wat dan ook. Dus dat was even het verschil. En alle credits aan Zwolle die heel degelijk door blijft spelen. En ik denk bij ons de vierde kwart de pijp leeg was. Ja, precies. Martens Walker, 39 punten. 13 driepunters of 11. Wat is het? Even kijken. Ja, 11 op 13. 11 ja. Op 13. En door 13 op 15 al geheel. Had hij niet anders afgestopt kunnen worden? Nou, ik zat even aan een box and one te denken, eventjes. Maar oké, daar heb ik niet voor gekozen. Ik heb wel over nagedacht, maar het is op zich natuurlijk bijzonder. Hij heeft hem in de wedstrijd gehouden en uiteindelijk winnen ze daardoor, denk ik. Nee, en daar lag het ook niet aan. Ik denk gewoon dat we zelf in de aanval op een gegeven moment even stil vielen waar Zwolle uiteindelijk gebruik van maakte. Er waren gewoon open lay-ups. Op een gegeven moment kom je 7-9 achter. Kom je nog terug, hè? Drie punten verschil en balbezit. Dat was jammer. Ja, nou ja, goed. Het is in ieder geval weer een leermoment, zullen we zeggen, dat we meenemen naar de rest van de competitie. Woensdag naar Turkije. Althans, misschien wel dinsdag, maar woensdag in Turkije. Woensdag spelen. Hoe kijk je daar naar uit? Nou, daar wil ik niet te veel over zeggen. We gaan gewoon tegen Pienaar spelen en dan kijken hoe dat gaat lopen. Ik denk dat we op dit moment in een situatie zitten waarbij je gewoon heel veel vermoeidheid ziet. Door veel wedstrijden achter elkaar. Mm-hmm. Dinsdag was een hoogtepunt en nu 2 keer een dieptepunt en het hoort bij sport. Ja, maar ja, goed. Donderdag vond ik wel een dieptepunt. Zeker de start van de wedstrijd. Ik vond het vandaag... Ja, om nou te zeggen dieptepunt. Er waren genoeg positieve punten. Hè? Nee, je wint hem niet. Dat is dan het dieptepunt. Ah, die wedstrijd in Bos, de laatste 14 minuten waren natuurlijk wel fantastisch. Ja, en kijk, donderdag, het dieptepunt. Uiteindelijk op een gegeven moment was het 8 verschil. Ja. En in Den Bosch stonden we 16 achter. Op een gegeven moment lukt het gewoon niet en dan zou het ineens een dieptepunt zijn. Kijk, de start was een dieptepunt, maar de wedstrijd aan zich... Precies, maar ik heb het natuurlijk achter. Meer over de start. Er staat 16-0 achter en we zijn 4 minuten bezig. En een minuut later ben jij weg en staat er 24-4. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk een heel andere uitgangspositie dan die je vandaag had. Ja. Ik bedoel, nu had je vandaag gewoon eigenlijk tot in het vierde kwart had je gewoon de voorsprong. En in het vierde kwart gaat het dan net even de andere kant op. Ja, deel ik een beetje. Ik denk dat we vandaag een goede start hadden, een goede wedstrijd hebben gespeeld. En uiteindelijk gewoon tekort komen op het eind. En dat is even waar we nu staan als team.
zijn we dagelijks mee bezig. En we gaan kijken hoe we de weg naar boven weer kunnen vinden. Ja, volgende week weer Zwolle, hè? Volgende week zaterdag. Ik vind het prima. Je vrije weekend is eraan. Dus, nou, dat is er toch aan, hoor. Dus, hey, dankjewel Rolf. Yes. Succes goed. De komende dagen. Heel leuk. Hoi.
imagination began to have a new art form. Makes me feel I belong to someone. We'll be right back.
very first episode of Copyright Free Music Radio by Cubit Records. My name is DJ QB. Enjoy. I see the light inside you, brighter than the sky.